In deze videotraining laat ik zien hoe je een dossier-item kunt toevoegen aan een partij- of serienummer. Dit gebruik je bijvoorbeeld om te registreren dat er iets aan de hand is met een partij of serie. Allereerst moet je een dossier-item type aanmaken. Ga naar Startmenu CRM, onder Dossier, naar Inrichting, type dossier-item. Klik hier op Nieuw en geef een omschrijving mee. Richt het type dossier-item naar eigen wens in en voltooi de wizard. Je ziet dat deze nu is aangemaakt. Ik open de eigenschappen en op het tabblad Dossier bepaal ik de bestemmingen van het dossier-item. Daarna ga ik naar het tabblad Dossier Extra. Hier zet je item op optioneel of verplicht en vervolgens doe je hetzelfde voor item plus partij of item plus serienummer. Je kunt twee aparte type dossier-items hiervoor aanmaken, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om dit op te nemen in één type dossier-item. Sluit vervolgens de eigenschappen. In dit voorbeeld maak ik twee verschillende type dossier-items aan. Je kunt op verschillende plaatsen deze dossier-items insturen. In de weergave van partij- of serienummers, in de eigenschappen van partij- of serienummers en via partij- of serieartikel. Ga in Startmenu Logistiek onder Item naar partijnummer. Of ga naar serienummer. Selecteer één of meer regels en klik op dossier-item. Open de eigenschappen van een partij- of serienummer. Ga vervolgens naar het tabblad Dossier en klik hier op Nieuw. Ga in Startmenu Logistiek onder Item naar Overzicht en vervolgens naar Partijartikel. Of natuurlijk naar Serieartikel. Open de eigenschappen en op het eerste tabblad kun je één of meer regels selecteren en vervolgens kiezen voor Dossier-item. Je komt in alle gevallen in dezelfde wizard terecht. Selecteer hier het juiste type dossier-item. Vul de velden vervolgens in zoals jij het dossier-item hebt ingericht en klik op Volgende. Profit herkent automatisch het artikel en het geselecteerde partij- of serienummer. Voltooi vervolgens het dossier-item. Je kunt deze daarna raadplegen onder het tabblad Dossier of in de eigenschappen van een partij- of serienummer. Tot zover deze videotraining over het toevoegen van dossier-items bij partij- of serieartikelen.